Beste kijkers, welkom opnieuw bij een nieuwe aflevering van Buitenspel. Opnieuw met Marvin, Sergio en mezelf. Vandaag hebben we opkomend talent Pierre Duomo bij ons in de studio zitten. Bienvenue Pierre, alles goed? Ja, met jullie. Dank je om aanwezig te zijn vandaag, Pierre. We gaan vandaag spreken over het thema lifestyle. Een thema dat iedereen wel een beetje ligt, denk ik. Maar allereerst zou ik willen terugkeren naar jouw roots, waar die ongeveer liggen. Of je een klein beetje kan toelichten. Ik ben half Ghanees, half Belg. Ja. Ja, dat is het. Kort en krachtig. Kort en krachtig. Nee, Pierre, ik wou een beetje horen. Hè, je roots, hè, je hebt ook op de pleintjes gevoetbald. Mm-hmm. Ik denk qua lifestyle dat je daar ook al een beetje een bepaalde mindset vormt. Die roots. Net een andere route. Maar dus vandaar dat ik even wilde horen. Op de pleintjes, vind je dat je zelf daar ook al een beetje hebt kunnen vormen? Of hoe heb je dat ervaren? Ja, tuurlijk. Op het pleintje ben je jong, natuurlijk. Dan speel je tegen ouderen. Ja. Ik denk, zelfs van jullie lichting, waren er boys die speelden. Ja, dan moet je jezelf maken, want je wil niet aan de kant zitten. Hm. Ja, je moet jezelf wel laten zien. Ja, je moet jezelf laten zien, tuurlijk. Ja. Okay. En wat voor soort buurt hadden jullie? Zo van veel techniek of gewoon zakelijk scoren? En... Nee, bij ons was wel techniek. Scoren was... later. We speelden soms games van... Buurt, 3 goals. Ben jullie wel snel? Ja, man. Nee, bij ons niet, man. Geen grappen. Ik heb het nooit echt meegemaakt. Ik ben pleintjesvoetbal heb ik nooit echt ook van Mechelen zoals mm-hmm. u. Maar ik heb het nooit echt meegemaakt. Ik was gewoon die zakelijke speed daar gewoon doelpunten maken en klaar. Dus dat is een andere lifestyle. Ja, dat heeft je wel een beetje gevormd, denk ik, toch, de pleintjes. Dat wel. Die mentaliteit heb je nu meegenomen. Mm-hmm. Ja. En het is positief, toch, denk ik? Of, ja, soms wel. Ja, soms wel. Niet alle trainers houden van een straatvoetballer, maar... Ja. Want je bent een jonge gast in het team. Je kan jezelf wel drukken, of is dat... Ja, ik denk wel dat ik gewoon een normale jongen ben. Gewoon, ik lach wel veel en zo en ik laat mezelf wel horen, maar ik denk wel altijd positief, denk ik. Maar, dat denk je nu, maar als je op Google de naam Pierre Duomo ingeeft... Mm-hmm. Komt er wel andere verhaal bij kijken. Dus jij zegt nu van ik ben een normaal jongen en ik weet dat jij een normaal jongen bent, maar voor de buitenwereld ben je geen normaal jongen, ben je een speciale jongen. Ben je iemand die wordt vergeleken met een Memphis Depay, een Paul Pogba en niet met een Kylian Mbappé of met een Eden Hazard. Mm-hmm. Dan bedoel ik met een speciaal karakter. Ja. Van waar komt dat? Komt het echt van je jeugd of gewoon iets ontwikkeld? Nee, ik ben gewoon jong. Ja, maar... jonge dingen. Ja, maar ik denk dat dit is een proces wat elke jongen doormaakt. Ja. Weet je, in de kleedkamer aanwezig zijn, grappen maken. Ja, ja, maar dat is kleedkamer. Maar ik weet nog, vorig jaar of 2 jaar terug, op Instagram, live, om 12 uur s'nachts, s'avonds, de dag daarna match, hij ging live. Ik ging gelijk live, zeg bro, ga slapen alsjeblieft. Hij zei van, kom live. Ik zeg, bro, zeg Pierre, nee. Bro, je bent bij Genk, ik ben een topclub. Ik kan niet, die dingen is niet. Maar hij is van, ik heb scheid, ik speel niet. Dus die set had je toen vroeger. En dat denk ik, heb je nu niet meer. Nee, nu natuurlijk bent niet. Dus rustig. Zoals hij zegt, proces waar je moet doorgaan. Ja, maar hoe ben je daarvan afgeraakt, van dat proces? Door je manager? Door mijn entourage gewoon. Ik denk dat niemand houdt van mensen die tegen je zagen of zo. Dus na een tijdje ga je zeggen van oké, misschien moet je kijken in de spiegel en misschien ligt het probleem bij mij. Misschien moet ik gewoon anders naar buiten komen. Ja. Het is ook vooral die social media, toch? Ja. Kijk, vroeger in onze tijd had je dat minder. Nu alles wat je doet wordt gelijk uitvergroot. Klopt. Ik denk dat ook moeilijker is voor dit soort jongens, toch? Ja, maar ik denk, je hebt veel voorbeelden. Je hebt nu zijn voorbeeld, Stanley in Bombay, is ook hetzelfde voorbeeld. Ook een beetje een speciale karakter. En dat wordt in België moeilijker geaccepteerd dan in Nederland. Daar is alles een beetje meer open. En ik denk, als hij bijvoorbeeld zou leven in Nederland, zou het iets makkelijker zijn. Maar omdat we in België wonen, wordt hij van die mensen, zoals Noah Lang, wordt ook een beetje bekritiseerd door zijn bepaalde uitspraken. Te eerlijk misschien soms. Te eerlijk of misschien speciaal of gewoon zijn eigen ding. Ja, iedereen heeft zijn karakter en sommigen hebben een sterkere karakter. En het is eigenlijk de entourage van je die je gewoon moet coachen, noemen wij dat. Mm-hmm. En, maar wat ik zo raar vind ook, hè? Wanneer je zegt ik ben de beste bij Argaat,
Wanneer je niks zegt, ben je saai. Dus ja, wat moet je zeggen? Ja, een beetje een evenwicht vinden toch, denk ik. Ja. Want ik vind, als je voetbalt, moet je altijd vinden dat je de beste bent. Maar je toch? Mag er niet hardop zeggen, zeggen ze toch. Ik vind het goed zoals je doet. Ik persoonlijk vind het goed, want zo ben je nu eenmaal. Mm-hmm. Maar het is inderdaad, die bepaalde wereld, die verlangt bepaalde dingen van jou. Dus dat is een beetje het evenwicht dat je dan daarin moet vinden, denk ik. Hè. Maar die social media, uiteindelijk, alle voetballers zijn er toch wel mee bezig, denk ik. Of hoe ervaar jij dat? Ik denk, jouw hele ploeg zogenaamd, of hoe... Maar er is een dingetje dat ik nu wel heb begrepen, is wanneer je niet speelt, moet je gewoon op de achtergrond leven. Gewoon rustig, niet te drukken. Wanneer je wel speelt en je doet je ding, en, dan kan je wel wat meer doen op social media. En dan gaan de mensen het ook meer accepteren, denk ik. Wat doen woorden zoals Raja? Raja praat heel veel over jou. Ja. Ik van Pierre is een van de grootste talenten die ik ooit heb gezien, maar... bepaalde karaktertrekjes dat ik ook in mezelf zie. Wat was zijn raad naar u toe toen hij kwam in Antwerpen? Over jouw bepaalde lifestyle, over jouw bepaalde denkwijze? Raja en ik, denk wel dat hij mij veel coacht op misschien foutjes die hij heeft gemaakt, dat hij niet wil dat ik maak. Mm-hmm. Dus er zijn wel heel veel gesprekken over sommige dingen dat ik raar doe nog steeds. Misschien te laat gaan slapen of ik weet niet wat. Hij coacht mij wel veel daarin. Ja, ik denk dat zo'n spelers heel belangrijk zijn voor spelers als Pierre, die een grote carrière tegemoet gaan. Ik denk dat ze zo'n spelers als Raja, die zelf wel veel... Er zijn weinig zo hoor. Geloof me, er zijn weinig die echte raad geven. Maar het goede bij Raja is wel dat hij komt ook uit een specifieke buurt, weet je. Dus ik denk, uiteindelijk, jullie begrijpen elkaar beter dan... andere speler, dus hij kan ook makkelijker binnendringen, denk ik, bij jou. Want ik kom Raja tegen, ook, ik kom jou ook tegen die dag. Het eerste wat hij zei tegen mij, deze man is keihard, toch? Hij was gelijk positief en weet je, dat vond ik wel mooi, man. Als Raja dat al zegt, is moeilijk. Het is toch mooi dat hij dat zegt, iets goed is. Hij is heel kritisch. Dus, nee, maar dat is juist leuk dat een speler als Raja hem een beetje beschermt. Omdat hij wel sowieso, maar het is ook aan hem om dat te begrijpen, dat hij dat ook kan gebruiken om dan te groeien. Dus ik denk, ik spreek misschien niet zo vroeg, maar ik denk op een jaar tijd dat je wel veel bent gegroeid daarin, als ik mij niet vergis. Maar ik denk het zelf ook, dat ik wel ben gegroeid. Ik denk ook de manier dat hij is vertrokken bij Genk was een probleem in de beker met de blosse trainer. En het ding is, het is nu veranderd. Hij speelt nu in 1A, hij speelt veel wedstrijden. De topwedstrijden vorig jaar speelde hij in de play-off 1. Dus op een jaar tijd heeft hij van het negatieve het positieve kunnen maken. En dat is belangrijk voor zijn leeftijd. Mm-hmm. Dat mensen niet meer gaan denken van oké, Pierre Domo is een problem child. Hij is te veel Memphis Depay of de veel Noah Lang, terwijl hij nog niets heeft bewezen. Maar ik denk, in 1 jaar tijd heeft hij allemaal kunnen veranderen. En dat is belangrijk voor spelers. Ik denk, zo'n jonge spelers moeten we eigenlijk beschermen. En dat is hetgeen dat we ook al een paar keer hebben gezegd in het verleden, de media. Zij maken er ook altijd zelf iets van, weet je. Dus dat is geen dat ik jammer vind. Mm-hmm. Want ik zeg het nogmaals, ik denk, zijn mentaliteit is wel goed. En oké, je bent jong, dus je doet bepaalde dingen die ook iets beter kunnen. Maar daarvoor chapeau, op een jaar tijd zien we wel dat je wel eens kunnen groeien, toch? Dus, mm-hmm. Dat is Antwerpen. Antwerpen geeft tijd om die leerproces gewoon, snap je? En de kranten, doe maar. Kranten zijn kranten. Ze moeten aan iedereen wat geven, toch? Maar misschien past jouw levensstijl beter bij een club als Antwerpen als een club bij Genk? Nou, dat weet ik. Genk is iets meer, denk ik... De familieclub, je moet rustig zijn, je moet braaf zijn, met hem aan de training komen. Nee, maar Antwerpen is iets meer van je straat. Het is alles een beetje meer gemixt, meer cultuur, denk ik. En ik denk dat jouw karakter daar beter in past, denk ik zelf persoonlijk. Nou, dat weet ik niet. Misschien dat de spelersgroep hem iets beter liefd of zo. Is misschien, ik weet het niet. Maar als speler, kijk jij meer op als speler als Memphis of en Pogba of meer als Mbappé? Want het zijn twee verschillende, zijn beide Mbappé is tof van de wereld. Maar, dat is een hele moeilijke vraag, want mijn lievelingsspelers kloppen ook allemaal niet. Ronaldinho, ja. Dus ik weet het eigenlijk niet meer. Nou, Ronaldinho is ook een speciale... Maar ik zag wel, toen ik je zag, je was fris. Dus ik zag wel gelijk van, je bent wel met mode bezig, denk ik. Ja. Wel iemand die daarmee bezig is. En muziek? Wat is met jouw muziek? Geen commentaar. Ben je gestopt? Dat wil ik wel weten. Ik ben gewoon gestopt. Ik ben gewoon op de achtergrond. Gewoon focus op Bali. Was het dan een beetje rap of zo? Ja, het was gewoon wat fun. Je toch in de vrije tijd. Maar is dat je nog gewoon op de achtergrond toe? Want dat is ook wel een lifestyle. Hè? Voetballen, muziek, mooie dingen. Ja, dat is gewoon iets dat ik doe in mijn vrije tijd. Je weet, de ene houdt zich bezig met PlayStation, de andere houdt zich bezig met Netflix, de andere gaat buiten met de hond en ik maak muziek. Ja. Maar ik denk wel dat eigenlijk moet kunnen. Want wij leven hier in een wereld, we zijn vrijgesloten,
Maar waarom zou je niet moeten kunnen... Oké, hij is misschien nog jong, maar waarom zou je niet iets moeten doen zoals rappen of ja, Netflix? Sommigen doen iets anders, maar waarom zou je niet kunnen rappen? Ik denk sowieso goed hè, dat je met iets creatiefs kan bezig zijn. Je kan niet alleen maar met voetbal bezig zijn, toch? Ja, maar dan wordt er zo negatief over gesproken, terwijl ieder heeft zijn eigen lifestyle. Als hij nu graag met zijn vrienden zingt, of het nu is thuis of voor een micro en dat uitbrengt op Instagram of voor tv, maakt toch niet uit. Maar wij zou dingen gewoon aanmoedigen, dan zou ik zeggen. Dat is net iets dat hem goed doet en dan voelt hij zich beter. Dan kan hij straks misschien zelfs ook nog beter presteren, zou ik dan denken. Of... Ja, zo denken wij, maar zo denken de meeste mensen. En dat is misschien ook een nadeel voor hem geweest, dat hij nu moet stoppen. Ja. Maar dat is ook gewoon de voetbalwereld. Want de voetbalwereld, als het goed gaat, mag je rappen, mag je alles doen. Maar zodra het slecht gaat, hij rapt. Hij doet dit. Zo is het nou eenmaal, snap je? Kijk, Memphis Depay heeft dat ook meegemaakt. In het begin ging alles goed. Opeens draagt hij een hoedje. Iedereen praat over die hoedje. Mm-hmm. Snap je? Maar dat is gewoon de voetbalwereld. Je hebt Ryan Babel, Memphis Depay, Quincy Promes. Ik denk, je hebt er nog veel mooie skiën. Ik denk dat je veel van die bepaalde karakters hebt die dat doen. En ik vind, okay, het is een bepaalde lifestyle dat je kiest. Maar om er zo negatief over te praten, of je nu 16 jaar bent, of 20, of 25, ja, hij heeft nog niets bewezen, zou ik niet mogen uitmaken. Maar de voetbalwereld is vrij speciaal en vrij klein, vind ik. Dus is jammer. Zijn er nog meer nog andere jonge gasten waarmee je chillt van het team? Ja, man. Ik chill vaak met Emmanuel. Met hem chill ik wel redelijk vaak. Benson gewoon soms ook. Balikusha. Nou, zelf van de maar behoefte. Van de oude jongens, alleen Raja, buiten Raja. Ja, niet echt een connectie. Nee, is gewoon meer. Gewoon zakelijk. Business, zakelijk. Ja, toch. Ja, ik wil nog vragen in verband met kleding, want ik vind kleding zelf ook heel leuk. Hoe omschrijf je jezelf? Ben je een beetje meer excentriek of hoe zie jij het zelf? Zo man, excentriek is een woord, dat ken ik niet, man. Hier zijn we serieus, hè. Kijk maar naar rechts, hij gaat niet helpen. Zo serieus, man. Joker. Nee, je moet antwoorden. Nee, maar alleszins, ik zag je op social media. Is wel leuk om te zien, snap je? Dus ik weet niet of je op die richting gaat blijven uitgaan of ga je misschien een beetje rustiger worden. Oké. Kleding, zoals hij zei. Kleding is voor mij is het belangrijk. Oké, het moet niet duur zijn. Het moet niet per se van Dior zijn. Ja. Maar ik vind kleding er netjes uitzien, vind ik ook gewoon belangrijk. Was ik van Dior? Leef die schoenen voor de camera. Hij kwam heel patserig, hoor. Zo. Kijk, wow. Heftig. Huh? Ja. Ik wilde hem bijna een rapnaam geven. Ja. Nee, maar het hoort nu bij de jeugd van tegenwoordig. Het is een full package. En je kan niet iemand... toen ik vroeger nationaal ploeg speelde, van ja, je komt tasje Louis Vuitton. Hij komt iets van Louis Vuitton af. Dat is nu gedaan. Nu. Ja, maar dat was toen die... Er zijn ook een beetje die haters. Ik bedoel... Als die jongen zich goed voelt, ook bijvoorbeeld uit een goede ketting uit. Ik dacht, maar dat is fris. Ja, maar, ja? Maar het moet kunnen, toch? Het moet kunnen. Je moet bepaalde stijlen bepalen. En hij is iemand, hij houdt van een mooie vakantie, van een mooie kledingstijl. Dat moet je gewoon accepteren. Je moet zeggen waarom? Ik zeg, je hebt altijd al wel die stijl gehad. Het is niet dat je onder druk stond van je ploegmaten om misschien ook soortgelijke kleren te dragen. Nee. Ik zeg eerlijk, vroeger was ik wel zo iemand die gewoon... Iedereen draagt Balenciaga, gewoon voor de makkelijkheid. Ik had geen zin om te denken, ga naar die winkel, ik koop gewoon alleen Balenciaga, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus eigenlijk niet echt nadenken, gewoon eigenlijk een beetje volgen eigenlijk, snap je? Schaap eigenlijk. Eigenlijk wel, gewoon een dure schaap. Heb je er nu spijt van? Het was ook gewoon makkelijk, je had geen zin om na te denken van wat pas me. Gewoon naar die winkel, je koopt 10 oudjes, klaar. Zo ready weer, voor een tijdje, snap je? Dus ook makkelijkheid, snap je? Maar kijk, bijvoorbeeld, hij is echt met mode bezig. Ik niet. Ik was gewoon van, dat is in. Jij was ook zo, maar ik heb je vaak gezien. Nu niet meer, nu kon niet Nike naar de podcast. Pierre, als jullie op vakantie gaan, nemen jullie een fotograaf mee? Of? Nee, niet echt. Nee? Nee. Want dat zie je ook wel vaker, hè? Dat spelers toch wel ook voor hun social media. Ja, toch wel iemand meenemen om toch leuke... Maar dat zijn spelers die hier staan. Ja, maar weet je wat ik echt leuk vind van spelers die zeg maar alles bijhouden van alle vakanties, filmpjes. Ja. En op het laatst gooien ze een documentaire. Ah. Nee. Het gebeurt vaak, hè? Zie ik hem ook doen. Nee, zie ik hem. Ja, toch. Ja. Misschien moet je met je manager over praten, maar ik je ook doen... Documentaire. Er stond er één shop nog, hè, op Instagram, heb ik gezien. Op wat dan? Van? Een leuke video. Oh ja, ik heb pas een video gezet, ja. En twee leuke horloges aan, ook, heb ik gezien. Dubbele tijd. Joker. Ja, ik heb Joker. Ik heb eentje gezien, hoor. Ja? Met Raja op de foto. Zelfde. Joker. Oh. Moet kunnen. Maakt niet uit. Jouw
jouw haren. Heeft ooit iemand gezegd van luister, om iets normaler over te komen, is het beter dat je haar eventueel normaal houdt? Of nee, dat is toch een heel goede vraag. Dit soort dingen gebeurt vaak, hè? Zo, ja. gebeurt vaak. Ah, Pierre, je bent 17, 18 jaar. Misschien om iets minder knip je haar of doe je haren normaal. Heeft nooit iemand, misschien op Genk. Zou me niet verschieten van Genk, dus nooit iemand dat gezegd of zo? Bij Antwerpen sowieso niemand. Heeft niemand nog nooit gezegd van ik dreef in mijn haar gewoon leuk. Ja, bij Genk, maar ja, dan praten we over 5 jaar terug. Maar voor de rest ook gewoon niemand. Ik heb alles al gehad. Bij Ajax, ik had al 14 jaar tattoo. Blond haar. 14 jaar? ik werd afgemaakt, hoor. Ja, maar dat was... Dat is andere tijd, toch? Nu, dat is andere tijd. Nu is het meer zo zich op vakantie gaan met fotografen. Dat was vroeger allemaal niet het geval. Ja. Nu is het normaal om met fotografen op vakantie te gaan of wat dan ook. Met al social media. Hoe clubs kopen nu ook spelers die groot zijn op social media. Maar dan mag jij op social media niet stunten of niet graaf doen. Dus en in Amerika, hoe groter je social media basis is, hoe meer je kan verdienen. Dus, en dan moet je juist net gekker doen, een bepaalde lifestyle hebben. En sommige spelers die leven daarvan. Terwijl als je dat hier doet, ja, dan word je morgen in de kranten helemaal afgemaakt. Dus het heeft zijn voor- en zijn dingen tegen. Maar waar is de limiet? Ja, maar ik vind ook wel dat je als oudere speler... wel soms de realiteit moet laten zien. Ik vind veel op Instagram is fake. Veel spelers die leven alsof ze 100 miljoen per jaar verdienen. En ze verdienen misschien maar 5. Dat is ook niet slecht. Maar neem een private jet, dit, dat. En als jonge gasten dat zien, snap je? Dan denken ze, hey, dit wil ik ook. Maar is het goed voor hun? Snap je? Dus die les moeten die jongens... Het is belangrijk dat die jongens dat ook inzien van, kijk... Je moet wel in je straatje blijven, snap je? Ja, daarom heb ik ook vroeg van, heeft hij meer een voorbeeld aan Memphis Depay of aan Mbappé? Ja. Want Memphis Depay is meer een persoon die lifestyle heeft. Ja, Mbappé is meer iemand die gewoon een foto in het zwembad, een rustig fotootje. Memphis is in die Rolls Royce in Rotterdam aan het rijden of wat dan ook. Dus dat zijn twee verschillende voorbeelden. En als jonge gast moet je wel zeggen van, oké, ik vind dat leuk, maar ik wacht er nog beter mee. En dat is je juiste... Het is wel moeilijk, hè? Want je bent ook jong geweest. Je ging naar de training, iedereen had dikke auto. Ik weet nog dat ik met de 206 kwam, Peugeot 206. Ik kwam op de training, ik dacht, ik moet iets doen, man. Zo kan ik niet meer komen. Zou ik het doen? Ik moet iets doen, man. Oh, maar iedereen komt hard, kijk, man. Het is moeilijk om dan die... Ja, maar dan ga je weer volgen, toch? Zoals die Balenciaga, dan volg je. Ja, maar je volgt ook een beetje als je jong bent. Je wil erbij horen. Oké, je vindt het ook mooi, hè? Ik bedoel... Nee, je kan ook, hè. Je hebt uiteindelijk de middelen, dus... Dan moet je denkt van, zien, denk ik, een week later kom ik er eens over, alles erop en eraan. Ben jij iemand die volgt, of ben jij iemand die blijft je eigen persoon en wat dan ook? Ja, man, ik ben niet echt iemand die een foto morgen ziet bij Karim Benzema en zegt tegen mijn zaakje van, ik moet dat ook hebben. Uh-huh. Nee, man. Weinig beïnvloedbaar. Heel weinig. Sterk. Nee, maar is ook nodig. Je moet je eigen mannetje blijven. Hij blijft sowieso een speciaal karakter. Maar hij moet ook gewoon zijn eigen blijven. Je moet niet om te zeggen van, luister Pierre, je moet nu je levensstijl stoppen met social media, stoppen met dit. Nee, hij moet zijn eigen blijven. Oké, wel met limieten. Want natuurlijk, als je nog jong bent, heb je nog een hele grote carrière te gaan. Er zijn veel spelers, zoals hem, later afgezakt. Omdat ze te ver gingen in wat ze deden. En, ik denk daarom, als spelers Raja en misschien Faris zijn goed rond hem om een beetje te... Heel goed. Faris ook. Want je hebt Raja die zo is en Faris die heel anders is. Dus je hebt het beste van beide werelden. Ik kan iedereen een beetje meenemen, denk ik. Hè? Ja, ik denk het ook. En anders, qua levensstijl, denk ik. Voor mij moet je leven. Je moet niet gek doen. Je moet luisteren naar je entourage die rond jou is, die jou juist leiden. Maar je moet wel leven. Klopt. Ik persoonlijk. Je bent nu op het goede pad. Maar hij zegt nu net opnieuw, hè, met een moeilijk karakter. Als je dat hoort, heb je zoiets in je hoofd van, ik ben het beu gehoord, of is dat iets dat je gewoon links laat liggen? Het is niet een ding waar ik eigenlijk op let. Weet je? Iedereen die me kent, mijn entourage, de spelers, trainer of wat dan ook. Mm-hmm. Ik denk niet dat ik met iemand een probleem heb. Eigenlijk beschuldig je hem zomaar. Nee, maar hij zegt gewoon wat hij hoort in de kranten. Ik ken hem, ik weet hoe hij is. Ik weet van hij is geen moeilijk karakter. Ja, maar naar de buitenwereld toe, jammer genoeg, is er een bepaalde perceptie over hem gecreëerd. Dat fake is, dat fout is. Ja. Waarom? Ze kijken naar zijn Instagram, ze kijken naar zijn rap, ze kijken naar zijn... Dus
gaan mensen over hem een beeld maken dat helemaal niet. Als je hem kent, je weet, hij is een rustige jongen, hij is een braaf jongen. Oké, hij is iemand, hij heeft zijn eigen mening, dat ook moet. Maar is hij daar moeilijk en slecht? Nee. Maar naar de buitenwereld toe, jammer genoeg, is misschien door Genk of wat dan ook. Ja, met de tijd verandert het. Is dat, maar je moet niet veranderen, maar... Nee, ik bedoel, die perceptie van die buitenwereld verandert na een tijdje. Want uiteindelijk, oké, verhalen van Genk en zo, maar ik denk op een jaar tijd dat ik bij Antwerpen ben... Zijn er zelfs geruchten geweest dat er iets was gebeurd terwijl er niks was gebeurd. Dus weet je, ze zijn ook een beetje nerveus nu van... Hè? Ligt Genk of is hij niet zo? Het is wel een simpel dat je echt moeilijk kwijtraakt. Hè? Want ik was vroeger ook een moeilijke jongen. En zelf 15 jaar later, na mijn carrière, hoor ik nog dingen. Nou. Mek is moeilijk. Dus het is echt een etiket dat echt... Nou, wij zien hier, je bent wel moeilijk. Hè? Ik ben zeer moeilijk. Ja, maar dan is, wat is moeilijk, is de vraag. Waarom noemen ze hem moeilijk? Daarom dat ik het mooi vind dat hij dat nu wel gewoon naast zich laat liggen. Want iedereen heeft zijn persoonlijk idee, iedereen heeft zijn mening. Dus vind ik wel chapeau dat hij dat wel kan doen. Ik denk dat vaak trainers... Bijvoorbeeld als ik trainer zou zijn, ik moet alleen maar moeilijke jongens. Alleen maar. 11 moeilijke. De moeilijkste, breng ze voor me. Je moet ook weten hoe je met dat soort jongens moet werken. Niet 2-3 keer te laat, moeilijke jongen, ik heb er geen zin meer in. Zo werkt het niet. Je moet zo'n jongen ook dingen leren, bijbrengen, snap ik het? En dat wordt te weinig gebeurt te weinig in België. Maar in Antwerpen wel. Ik vind dat Antwerpen echt wel een team is die om kan gaan met moeilijke karakters. Ook als je iets doms zegt in een interview of zo. Ze gaan je niet met een hamer op je hoofd slaan. Ze gaan je... Wel begeleiden. Ze gaan je begeleiden van oké, de volgende keer moet je zo doen. En dan heb je niet, zoals je zegt, niet veel in België. Als speler moet je vrij blijven. Ook om te groeien als persoon moet je vrij. Als je als club te veel je spel wil controleren, dan vind ik je als een beetje fout. Ik denk als speler moet je vrij blijven. Clubs moet je wel zeggen, luister, je kan beter dat niet doen, dat niet doen. Dat is meestal bij jonge spelers. Snap je? Als je net in de game komt, dan proberen ze je te zeggen van dit kan en dit kan niet. Maar ik denk als je eer dat je 25 bent en zoals jij heel veel doelpunten hebt gescoord, denk niet dat de trainer morgen bij je thuis staat om te zeggen, je hebt dit fout gezegd in een interview. Dat geloof ik niet in. Nee, maar een etiket blijft zo met heel lang met jou meekomen. Tot de dag van vandaag heb ik... Ja, nog altijd hetzelfde etiket van moeilijke jongen, graag uitgaan, graag dit. Maar uiteindelijk slaap je slecht, eet je slecht. Nee, maar ik zeg het. Je leeft nog steeds. Bijvoorbeeld, het heeft wel iets met mij gedaan. Ik keek opeens, was pas nog zomer, WK, was er een trainer daar. Die trainer wordt gevraagd, ja, jij gaat wel goed om met moeilijke jongens. Ik herinner nog Sergio McDonald. Ik zeg, mijn carrière is al lang voorbij. Ja. En dan heb je nog steeds die, dan denk ik, wauw. Snap ik het doel? Ben je wel heel eerlijk geweest. Hè? Ik heb hem ook gestuurd. Ik heb hem gelijk gestuurd van kinderachtig. Nee, snap ik het doel? Maar dat is de wereld waar we in leven. Bij mij zit Marvin Ogunjimi. Als hij dat niet had gedaan, had hij een grote carrière gemaakt. Dus dat blijf je wel gewoon heel je leven, meeslepen. Snap je? Dus jij bent nu nog jong. Je hebt nu de kans gekregen om van Genk naar Antwerpen te gaan. Als dat verandert, dan moet je blijven doen. Want ze gaan zoeken naar de kleinste details. Ze moeten maar iets kleins vinden en daarvan gaan iets groots maken, omdat je hebt al je naam, dat niet waar is. Maar toch gaan ze toch blijven zoeken. Dus daar moet je oppassen dat je niet de domme fouten maakt. Wat ik heb gemaakt, wat hij heeft gemaakt. Klopt. Dus dat moet je blijven zoeken en blijven doen. Even een vraag. Hè. Dus wat is een ideale dag voor jou? Dus je traint... Je komt thuis, wat doe je? Wat doe je graag? Ideale dag is de stad in. Ik heb een hele saaie dag. Hè. Ja? Geloof me, ik ga trainen. Trainen jullie één keer of twee keer per dag? Trainen soms twee keer en soms één keer. Okay. Maar op een één keer trainende dag, na training, ik eet op de club, ik ga naar huis, kijk een movie met vrouwtje en dan slaap ik gewoon en dan word ik wakker en dan kijk ik gewoon tv. Ik ben wel niet iemand die veel de stad induikt of... Ik hou van slapen. Ik ben een slaper. Maar wil je niet bijvoorbeeld iets met die kleding doen? Weet je waar ik het meest spijt aan heb van mijn carrière? Dat ik na trainen zo lang heb geslapen. ik heb zoveel spijt, want die tijd komt nooit meer terug. Ja, en in die tijd kon je misschien kledingmerk... weet je, vooral nu in die tijd van social media... Had je misschien een paar dingen kunnen opbouwen. Snap je? Ja, ja, ja. Maar ik was ook elke training pitten tot de avond uitgaan. Is leuk, hè? Is wel slapen. Leuk. Is leuk. Maar soms moet je ook denken van... Hey, met deze tijd, deze kostbare tijd... kan ik misschien iets ondernemen... om voor na je voetbal nog steeds dezelfde lifestyle te houden.
Nee. Zou je goed doen? Nee. Dus dat vind ik jammer. Dat denk ik wel aan. Ja, dat is belangrijk. Maar ik ga nog een jaar doorslaan. Maar ben je altijd zo geweest of is het pas het laatste jaar gekomen? Want nu zeg je over een vrouwtje. Voordat je een vrouwtje had, was je ook zo? Was je dan meer met je vrienden, met je matties in Mechelen? Nee, toen was ik ook. Toen woonde ik bij mijn ouders, dus toen sliep ik ook gewoon. Sinds dat ik bij eerste ploeg ben, ik weet niet. Waarschijnlijk is deze jongen gewoon een goede jongen. Maar eigenlijk wel. Ja. Nee, maar het is een goede jongen, maar de perceptie is er geweest. En dat is het jammer aan België. En als je hem hoort, dan weet je van oké, het is gewoon een rustige jongen. Dat is ook zo hoor. Echt waar. Ik denk dat het, voor mij is overal zo. Snap je? Sommigen zeggen in Nederland is het beter dan in België. In Nederland was ik ook moeilijk. In Nederland gingen ze ook, als je 1 minuut laat was, gingen ze ook weer, moest ik weer op het kantoor komen elke keer. Mm-hmm. Als een kleine jongen, hey, je bent weer 1 minuut laat. Ja. Engeland was zo, boete, dan maar met rust. Lekker. Nee. Wat is de gekste dat je ooit hebt gedaan? Of ja, het, wat je nu niet spijt vindt, maar zeg van, had ik dat maar niet gedaan? Als je 1 ding mag zeggen. Gewoon in je leven. Ik had het daar straks over met Emmanuel. Ik denk, stoppen met school. Man. Ja man, die fout heb ik ook gemaakt. Ja man, nu zie ik al mijn leeftijdsgenoten op die dingen daar. Hoe noemt dat? Speech geven, zo met die hoedje, man. Je weet toch? Ja man. Ik herken dat man. Dat is het domste wat ik misschien heb kunnen doen. Maar ja. Ga terug beginnen hè? Nee, draad oppakken. Nu weer die draad oppakken is heftig hoor. Nee, maar ik vind het wel heel interessant, want hey, je spreekt niet over het hoedje, maar eigenlijk school, dat is zogenaamd dat je een diploma kan halen, toch? Ja. Ja. Toch? Ja. Maar ook naar je ouders toe gewoon van... Naar mijn ouders ja, toe, zo, je ziet je ouders daar. Ja. Ze hebben je ooit ingeschreven, je hebt het gewoon gehaald. Los daarvan, denk je echt dat je een diploma nodig hebt om iets te kunnen bereiken in je leven? Of? Nee, dat niet. Los van dat is gewoon je ouders gewoon trots maken, want je weet toch, okay. Mij gaat niet om iets te bereiken of wat dan ook, want je kan morgen... Ja, want nu ben je wel met iets moois bezig, toch? Hè? Je hebt je voetbal... Ja, los van voetbal zelf ook. Je kan met sokken verkopen ook gewoon rijk worden. Dus ja, tuurlijk. Je hebt daarvoor niet een blad papier nodig. Zo. Ik heb een vraag misschien voor jullie alle drie, maar eerst naar jou toe, Pierre. Jij bent nog jong, jullie zijn ook jong geweest. Hij is nog steeds jong, bro. Kom op, man. Hij is alles hier. Nee, maar alleszins, je bent jong. Ervaar je ook dat andere mensen van dezelfde leeftijd wel andere dingen kunnen doen dat jij momenteel niet kan doen, dat je veel dingen moet opofferen? Of is dat iets dat je niet voelt, omdat je echt zo in die bubbel zit? Ik voel het wel niet opofferen als je over opofferen praat, ik weet niet. Of misschien voetbal. Niet per se opofferen, maar wel dat je kan merken dat je bepaalde dingen mist. Ja, bijvoorbeeld ik was gisteren met mijn broer iets gaan drinken en er waren een paar vrienden. Ik was in mijn oude buurt. In Zwartberg, in Genk. En ik moest om 9:30 bouncen. En dan heb ik wel zo... Als je dan in de auto zit en je bent onderweg naar huis, dan heb je wel zo van... Ja. Hey, stel je voor, ik moest morgen niet trainen. Oh, dan kan ik langer. Maar uiteindelijk is het licht in je bed. En dan denk je van oké, morgen moet ik weer aan de bak. Ja. Dat is mijn leven. Ik ben gewoon blij dat ik dit kan doen. Ja. En maar aan de andere kant, die vrienden van jou moeten dan wel misschien... Vanmorgen opstaan om 7:00 om te gaan werken in een dat fabriek is het of ding anders, dat je dan... terwijl jij kan gaan trainen, ontbijten op de club, een beetje polen, biljarten, pingpongen en je gaat trainen en je bent klaar. Ja. Dus er zijn twee verschillende, zijn voor en tegen. Ik denk dat je liever doet wat je nu doet, dat je vrienden die op moeten staan om 7:00 morgens om te gaan werken in met alle respect, in een fabriek of achter een computer, dat. Snap je? Begrijp dat, maar het is gewoon die moment dat je opstaat en je moet iedereen hand geven van hey, ciao, chalas. En, ik vond dat vroeger wel moeilijk, man. Ja, het is wel even moeilijk. Even in de auto denk je, je vloekt. Ik had bijvoorbeeld een wedstrijd, zelf Champions League, Matties bellen, maar hey, zijn er een paar harde feesten hier. In mijn hoofd wilde ik gewoon liever op het feest zijn dan Champions League. Bro, snap dat ik bedoel? Dat is heftig, man. Maar ik was ook pas 17, snap je? Dus ik was nog op hangen met vrienden. Weet je, die tijd miste ik wel, want ik was helemaal in mijn eentje in België. Dat is de vraag die ik wilde stellen, want jij zit nog in België, dicht bij de familie en vrienden. Ja. En maar stel dat je in het buitenland had gezeten, dan was het misschien wel anders geweest. Dan had je die feestjes die je nu meemaakt ook niet eens kunnen meemaken, denk ik. Dus. Ik ben wel een kind die liever in zijn zone is. Ik ben liever dicht bij mijn mensen, toch? Ja, daarom. Ja, maar ik denk net als je dan weggaat naar het buitenland, dat als je dan alleen bent, dat je dan net makkelijker is naar buiten gaat uitgaan. Ik weet nog, ik was in Mallorca en we hadden een match tegen Espanyol op een zondag om 2:00 in de namiddag. En we speelden 1-1 gelijk en de trainer van boys, vanavond vrij, morgenochtend vrij en training in de namiddag. En toen was het in Parijs een feestje over de beste speler van het jaar.
Ik heb dan samen met een vriend van mij de vliegtuig gepakt om 7 uur s'avonds. Ik was in Parijs om 9 uur. Feest gedaan om 11 uur s'nachts tot 4 uur in de ochtend. Om 7 uur vliegtuig gepakt, terug naar Mallorca om te gaan trainen. En dat is de lifestyle. Dat was dagelijkse kosten. Nee, maar dat is gek. Man. Ja, maar dat is een lifestyle die veel voetballers hebben. Uh-huh. Dat niet naar buiten komt, maar dat zijn fouten die je maakt. Dat zijn dingen die je niet mag doen. Uh-huh. Maar als je in het buitenland speelt, ben je veel alleen. Dan heb je meer... Maar je hebt dan net dat sociaal contact nodig. En misschien daardoor dat je dan toch ook even die korte momenten toch maximaal probeert te benutten. Ook. Ja, maar daarom dacht ik van... Als je in België bent, is het juist makkelijker om binnen te blijven dan in het buitenland. Want daar ben je vaker alleen. Dan ga je meer optrekken met de boys die ook van ergens anders komen. Dan ga je sneller naar buiten iets drinken. Ik weet er alles van, want ik speelde in België bij Anderlecht, maar ik woonde in Amsterdam, toch? Ik pakte elke dag taxi. Na feest, kussen in die auto. Na de training, elke dag, hè? Hoeveel geld mij dat heeft gekost. Dat is absurd, maar je mist ook thuis, weet je? Dat had ik echt sterk vroeger. Thuis zijn is leuk. Hè? Ja, man. Thuis is... En misschien ook qua dieet. Hè? Want op jonge leeftijd ook niet alles mogen eten. Ben je heb die startpakket toch? Hij is goed. Huh? Ga je straks moeten uitleggen, denk ik. Startpakket. Nee, maar alleszins, je ziet ook andere mensen allerlei zaken eten. Maar voor jullie zitten nu al in die flow. Of is dat ook moeilijk om toch bepaalde dingen niet te mogen eten? Nee, ik denk gewoon... Mijn vrouwtje kookt, dus alles wat ze kookt, eet ik, man. Ja, ben je goed, dat is goed, hè? Alles wat maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld zo'n cheat day zou hebben of zo. Een cheat day? Wat is een cheat day? Ik kijk naar daar. Snoep. Geen vrouw. Kijk, ik ga heel eerlijk zeggen. Ik ben wel iemand... Snoep is heel lekker. Snoep. Wauw. Snoep is morgens vroeg snoep. Ik ga de hele dag snoep eten. Ja. Ja, nee. Snoep. Af en toe pak ik wel een snoepje. Maar het is niet dat ik een hele zak elke dag eet. Die Mauwom? Die Mauwom snoep. Ken je die Mauwom snoep? Wat is het? Wat is Mauwom? Dat is ouderwets. Wat is Mauwom? Dat is niet van mijn tijd, man. Nee, dit is nieuw. Mauwom snoep. Het is dodelijk. Ja. Wat is dat, man? Ik ga hem een keer brengen voor jou. Wauw, hele zak eet ik. Zonder te stoppen. Maar is het over je vrouwtje? Woon je nu samen met je vrouwtje of woon je nog alleen? Ja, nee, ik woon samen. En helpt dat veel voor jou? Ja, maar dat is wel een rustfactor, man. Ik zeg je eerlijk. Hoe lang woon je al samen? Nu een jaar. Heftig hoor, samen. Ja, man. Dus van transfer naar Genk naar Antwerpen, gewoon samen met je vrouwtje. Ja. En dat voel je dat je de carrière helpt? Of? Ja, man, zeker als je niet speelt of zo en je denkt eraan om oké, nu ga ik alles eruit scheuren. Ik ga al mijn woede eruit scheuren, ik ga naar buiten, ik ga feesten met die. En dan kom je thuis en dan zegt ze, je gaat nergens heen. Huh? En dan denk je aan het einde van de avond, was ik nu gegaan? Dan had ik misschien dit. En dan ben je gewoon tranquil, gewoon thuis. Netflix, je slaapt. Als je vrouwtje dit hoort, gaat blij zijn, hè? ik zeg eerlijk, maar vroeger werd ik moe van vrouwtjes. De hele dag naar de stad, de hele dag rondlopen. Nee, man. Gewoon pitten, man. Nee, maar het probleem... Pitten gamen, snap je? Mijn vrouwtje is lui met mij, man. Oh, hé, gamen, ze kijkt gewoon. Na wedstrijd kan je moeilijk slapen. Ja, mij. Dus ik heb het dit jaar pas voel ik het, want met die, ik weet niet, door wat komt dat? Adrenaline denk ik niet. Adrenaline, ja. met de supporters en zo, je toch? Je hoofd dingen aan het afspelen. Daarom dus, wat doe je dan na een wedstrijd? Want je kan niet slapen. Tot 2 uur, 3 uur begin je rond te draaien. Netflix. Kijk, ik heb echt, als je me vraagt, ik heb te veel films gekeken op Netflix. Soms kijk ik Straight Out of Compton, ik heb wel 7 keer gekeken of zo. Ik vind het knap dat je thuis kan blijven. Vroeger, ik kon niet thuis blijven, man. Mijn benen, nee, ik maar te shaken, mijn 10 uur s'avonds. De dag na de wedstrijd is gewoon training, dus je kan niet uitgaan of ik weet niet of wat dan ook. En als ik een keertje uitga, dan neem ik mijn vrouwtje mee, heb je zelf gezien. Hij heeft zich goed gedragen. Echt een voorbeeld voor vele jongeren. Is het belangrijk toch? Nee, maar het is toch, als je een opkomend talent bent, een van de grootste, dan is de temptation heel groot, snap je? Want je hebt vrienden die willen uitgaan. Zeggen van, Pierre, kom vanavond, is daar een feestje. Je hebt het geld, je hebt de auto's, je hebt de entourage, snap je? Dus het is makkelijk. Dus dan is het juist moeilijk om thuis te blijven. Dus dat vind ik mooi aan hem. Er komen nog zoveel feesten. Elke week, ze zeggen toch, dit is de feest van de week. Elke week is de feest van de week. Nee, maar... Dus als je die mist, dan mis je hem gewoon. En denk je dat je zonder je vrouwtje wel makkelijker zou buiten gaan of niet? Tuurlijk, man. Ja, man. Ik zeg je eerlijk, dan is de temptation nog hoger. Want zoals ik je zeg, ik ben met een Marokkaans meisje. Ik, uh,
je gaat niet in discussie, man. Ik zeg eerlijk. Reclame hier. Je gaat niet in discussie. Bij mij was het juist, als ze zegt nee, is het bij mij ja. Ik was echt vervelend. Ik doe altijd tegenovergestelde. Ja, maar ik weet het sterker als mezelf soms. Nu niet meer, gelukkig. Nu luister ik eindelijk. Ja. Is het beter als je vrouwtje hebt, weet je, dat je luistert. Ja. Want zij heeft het beste met je voor, toch, uiteindelijk. Mm-hmm. Zo moet je het zien, eigenlijk. Dus ik vind het wel mooi om te horen, want veel jongere gasten hebben wel problemen met dit, hoor. Ja. Vrouwtje zegt niet weg. Mm. Weg. Ik doe. Ja. En tijdens jouw vakantie, bij iemand die hard doortraint, of bij iemand echt geniet van vakantie, van echt van, nu is mijn vakantie, heb ik verdiend. Nu wil ik eventjes rusten, of wil je gewoon even... Nee, man, ik ga door. Ik was op vakantie en we kregen ons programma door. En nu, ik was in Mykonos. En Mykonos, die wegen zijn een beetje... Je kan niet daar zomaar lopen op straat. Ja. Dus ik had Niels gebeld van... hey, kan je geen terrein fixen voor mij of zo? Maakt niet uit hoeveel het kost. Ik wil echt trainen. Ja. Toen had hij een terreintje gefixt. Ik vraag aan die receptie, hoeveel kost dat? Hij zegt tegen mij, €100 voor een uur. Dus nu er komt een andere van de receptie en hij is hevige supporter van Olympiakos. Mm-hmm. En hij had me zien spelen tegen Olympiakos, toch? Toen had hij gezegd van oké, ja, nee, maakt niet uit. Ik kan regelen dat je daar kan gaan lopen. Mm-hmm. En in de ochtenden, mijn vrouwtje kwam dan met de wekker, maakte me wakker, gingen we lopen. En dan was ze zeg maar coach. Ja, zij ging coach spelen, toch? Zij ging... Ja, maar lekker, man. Echt, dat is goed, hoor. Is zij zo van haarzelf of krijgt zij dat mee van jouw makelaar? Dat je makkelijk van luisteren zit achter Pierre, hebben we het nodig, hij moet... Nee, ik denk in het begin, toen we net samen waren, ben ik duidelijk geweest. Heb ik gezegd van, ik ben een jongen, ik ben ook gewoon, ik ben tranky, maar ik heb wel nodig dat iemand soms achter mijn kont zit, snap je, van, yo... Ga je naar de fitness of hoe zit dat? Dus vanaf dan hebben we daar één keer gesprek over gehad. En nu is het gewoon... Ik heb ook in de preparation toen ik terug was. Toen moest ik fitnessen bij Elias Bikkerberg. Mm-hmm. Shout-out naar Elias Bikkerberg. in hout halen. Ja. En toen ging ze elke dag mee, man. Toen ging ze elke dag ook gewoon fitnessen. Dus ja. Zo'n vibe. Deze moet je houden, hoor. Als ik er kan houden. of als hij jou kan halen. Ja, je weet nooit als je naar het transfer komt. Ik hoop dat je dan ook bij haar blijft, want als je naar Barcelona gaat of naar Real Madrid, dan moet je ook bij haar blijven, want zij is er altijd geweest. Hè? Ja, maar geen zorgen. Hey, jullie spraken nu net over Mykonos, maar veel voetballers, denk ik, gaan misschien ook naar Dubai. Of hoe ervaren jullie het misschien nu moment? Druk, Dubai is waar is druk. De hotste spot, zeg maar. Als je single bent en je wilt een lekkere vakantie hebben, kan je gewoon naar Dubai gaan. Was je in Dubai vorig jaar met Mbokani? Monaco. Nee, Monaco. Was Monaco toen, hè? Okay. Monaco, maar toen was ik met entourage, met hele strenge mensen. Ik weet nog die foto's in foto's op een boot of nee, met Mbokani. Ja, herinneren. Ja. Waar gingen jullie vroeger heen? Op vakantie? Ik? Ik heb wilde verhalen gehoord van Faris. Kan dat? Van Faris? Ik weet niet, man. Nu komt het. Bij mezelf? Ik ben één keer op één maand tijd drie keer naar Miami gevlogen. Ik ga naar Miami, ik kom terug. Ik wacht één week met mijn vrouwtje. Ik ging terug, week, boom. Ik kom terug naar huis. Ik blijf met de kinderen en dan op weer naar Miami. In echt gewoon. En Miami, LA. Huh. Dat waren mijn hotspots, dat ik altijd naartoe ging toen. Marrakesh ook een goede tijd, toch? Marrakesh ook een hele goede tijd, Marrakesh. Daarvoor moet je toch 21 plus zijn, toch? Amerika. Saai hoor, daar. Tot 2 uur alles uit. Ja, maar ik was toen 22, 21. Oh, okay. Ik ging graag naar Las Vegas. Waarom? Ik vond Miami te veel van iedereen kijkt hoe je dresst. Iedereen is te veel met jou bezig. Las Vegas, maakt niet uit wat je aantrekt. Iedereen is gewoon gezellig. Feest. Zo heb ik bedoeld. Poolparties waren geweldig. Hey, dus, maar, dus ik hield van die vibe gewoon van... In, bij wijze van spreken kan je gewoon in je jogging komen. Iedereen is nog steeds gezellig. Miami is zo, iedereen wil... Wat voor auto ja, maar toch, elke voetballer wil eens naar Miami gaan. Gewoon om te kijken hoe het is, snap je? Toen ik de eerste keer naar daar ging... Niet op mijn bucketlist, man. Nee, omdat je nu vrouwtje hebt. Zet Las Vegas op je bucketlist. Las Vegas is... Maar, ik weet nog mijn eerste keer in Miami. Ik was toen met Faris, Dries Mertens, Dennis Odoi, Mavinga en Shadley. We gingen toen uit... Dat was onze eerste keer. Je was de eerste keer in Miami. Je weet, je gaat naar... Ik heb die verhaaltje al gehoord. Ik ga gewoon heel vertellen. Ik ga naar een club. En we zeggen van, boys, vandaag gaan we gewoon niet ons budget. We gaan dat uitgeven. Bro, eindstand. Eindstand, voilà. Ja, wat was er allemaal in die club? Thuis op die bankieren. Die club was thuis op die internetbankieren thuis. We waren toen in Club Lief. Dat was echt, dat was toen the place to be.
En ik weet nog met Dries, met Faris, dat we zeggen van oké, vandaag wordt rustig, maar op het einde van de dag ga je slapen met hoofdpijn. Ik van, eish, en nu? Ja, maar we waren toen in Miami en toen bleven één week daardoor feesten. En toen was je jong, vrijgezel, single. Ja. Dus dat is misschien het leuke dat hij nu zijn vrouwtje heeft. Want als je eens naar Miami gaat of naar LA, dan is er meer temptation denk ik als voetballer. Maar je sprak net over budgetten. Vind ik interessant, hè? Want jonge spelers tegenwoordig verdienen best veel. Jij lacht al. Nee, maar uiteindelijk voel je daar druk bij? Of vind je dat uiteindelijk jonge spelers te veel verdienen? Hoe sta jij er tegenover? Of hoe staan jullie er tegenover? Goh, ik weet niet wat jullie verdienen, jullie daar, dus ik kan er geen mening over. Niet over cijfers te spreken, nee, maar gewoon over het algemeen. Want nu komen dingen meer naar buiten. Vroeger was alles gewoon, als je in social media, als je in krant en teletext. Nu heb je alles, Snapchat, Instagram, al die laat het mij zo zeggen, vaak zeggen mensen van buitenaf van kijk, voetbalspelers vooral, jonge spelers verdienen eigenlijk te veel. Is dat een mening dat jullie delen of... Ja, maar ik zeg altijd, waarom ga jij dit niet doen? Dit is iets wat weinig mensen kunnen, dus als je ook wil verdienen, ga ook achter een bal. Ik vind het helemaal niet. Dit is gewoon een speciale beroep. Niet veel mensen kunnen dit. Daarom word je veel betaald. Ja. En dan zal iedereen voetballer zijn. Ik vind eerlijk, veel mensen zeggen dan dat, van die dingen. Maar ik denk niet dat heel veel mensen gededicated kunnen zijn voor 15, 20 jaar lang op zulke manieren. Ik sta op om 8 uur. Mm-hmm. Ik kom thuis om 17 uur. Mijn knieën doen pijn, mijn rug doet pijn. Daar praten ze niet ik over. Ik ben kapot. Ja. Snap ik. Kapot. Maar dan nog gaan ze zeggen van, oké. Maar dan hoef je misschien niet zoveel te verdienen. Ja, klopt. Maar dat is voetbal. Ik vind dat dit soort mensen gewoon ongelukkig zijn met hun eigen leven. Dan zijn ze een beetje, noem je dat, bitter. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik vind ook onze tijd. Wij verdienen niet zoveel als de jonge gasten nu, maar dit is een andere tijd. Nu kost de transfers ook 200 miljoen. Dat komt door die clubs, snap je? Ja, snap je? Daar kan ik niet veel aan doen. Ja, maar clubs kunnen altijd hun spelers beschermen daartegen, snap je? Je kan een bepaald contract krijgen. En dan als clubs moet je speler altijd beschermen. Ja, nee, maar... Als bijvoorbeeld, als jij nu een jonge talent die opkomt van 15 zegt, je gaat zoveel verdienen en dat is dan weinig wat we nu zeggen. Ja, en dan komt Chelsea gewoon en hij pakt hem gewoon voor het dubbele. Wat ga je dan doen? Geef je ouders ook nog wat geld erbij. Hier, als je en nog eens een auto erbij. Is klaar. dus die optie is er niet. Die optie bestaat niet. Voel je dat ook? Nu praat ik over Instagram, dat sommige mensen jou sturen omdat je Pierre Domo bent en je hebt een bepaald statuut en een bepaalde levensstijl of vind je dat, blokkeer je dat direct? Mijn cirkel is echt heel klein en heel moeilijk om erin te komen, man. Je moet bijna auditie doen. Dat is een grapje. Je hebt gelijk. Je moet die mannen laten werken, hoor. Binnenkort een nieuwe show. Nee, maar mijn cirkel is echt heel klein en de rest is voor mij gewoon... Ik show gewoon love altijd terug. Je kan me altijd sturen. Ik reageer niet op iedereen, dat kan helaas niet, maar... soms heb ik maar dagen dat ik gewoon een fan gewoon terugstuur van... alles goed. Nee, maar wat heb je vandaag gedaan? Dat is gewoon hoe ik ben. Je moet die man een auditie laten doen. Hè? Dat is een grapje. Ja, je hebt gelijk. Maar ik deed bijvoorbeeld af en toe wat testen. Hoor. Ik test je even. Kijk hoe je reageert op bepaalde situaties. Nee, je dat je raar reageert. Nee, maar soms, dat is normaal, soms als je een bepaald statuut hebt, krijg je iets makkelijker berichten van vrouwtjes of van wat dan ook. Omdat dat komt bij die leeftijd kijken. Want sommige mensen denken van oké. Je hebt een blauw vinkje. Oké, let's go. Nee, maar die tijd is wel, is wel aan het veranderen. Hè? Blauw vinkje is niet meer genoeg bij nee, maar tegenwoordig doen vrouwen van alles. Bij mijn boys. Moeilijk. Het is moeilijker geworden. Je hebt wel echt nu attributen nodig. Man. Dat is wel jammer. Tegenwoordig vrouwen doen voor een bandje veel. Voor een schoen. Is gekke wereld die tegenwoordig. Een VIP-model. Dat is wat ik doe. Hey, mag ik een VIP-bandje? Dan mag ik. Snap je? Ik wil daarop terugkomen. Eigenlijk, naar jouw vrouwtje toe. Heeft zij er eventueel moeite mee de aandacht die van buitenaf naar jou komt? Vrouwtje, dek kort. Ze is Marokkaans, dus ze kort. Kort dek. Heel kort. Maar ze merkt het toch wel. Ja, ze merkt het, maar ik denk... Ja. Ze weet het. Ik ben niet vaak alleen zonder haar, dus ja. Mm. Met uren dat ik niet met haar ben, dan ben ik op de club. Mm-hmm. Of voor de rest ben ik met haar. Nee, maar misschien kan het haar wel storen van weten van oké, ik ben met een bepaalde speler, een bepaald statuut. Misschien komen er berichten binnen die zijn nee, niet maar zij kijkt niet zo naar mij, want zij heeft mij in die tijden gezien dat ik, je weet toch, ik had even geen club, maar ik speelde even nergens. En in die periode heeft ze mij leren kennen, dus
Het was zo van, ja, wie ben jij? Ja, ik speel bij Genk. Dan gaat ze kijken op Google en dan ziet ze speler die geen club heeft, clubloos. Dan wat we doen. Dus voor haar is het, ze is gewoon blij met mij. Man. Waar heb jij leren kennen? Waar? Ja. Bezwaar. Bezwaar. Nee, Joker. 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 DM. Joker. Nee, Joker. Nee, maar dat is juist zo'n vrouwtje. Is goed als je zo'n vrouwtje hebt. Zeker clubloze, zegt. Ja, man. Maar je blijft wel Pierre Domo. Het is niet dat je geen club dat je daar niet komt staan. Maar zij weet dat niet. Ze zit gewoon wij noemen dat chingboy. Ze zit gewoon een chingboy van 17. Ja, voor haar is het niet, ik ben geen Karim Benzema of ik ben geen Camavinga. Dus voor haar blijft het, oh. Want ze dacht zelf dat ik bij de jeugd speelde nog. Mm-hmm. Dus voor haar ben ik geen... ik weet niet of ja, waar mensen me ook soms steken. Ik kan even horen naar jullie toe, de twee ouderen. Met meisjes, vrouwen, merken jullie vaak dat ook vrouwen naar jullie toe stapten eigenlijk met foute intenties? Of had je heel niet fout, door? Heel fout. Ja? Bezwaar. Maar ze willen... Nee, hij heeft alles al opgebruikt. Nee, ik heb ook bezwaar. Ook bezwaar, joker, dubbel joker. Maar soms zien ze in een relatie, en ze zien het is een mooie relatie, toch? Ja, maar sommige vrouwen willen proberen het te... Dus je moet echt weten van deze vrouwen, ze menen het niet echt met jou, snap je? Ja. Dus blijf liever bij die vrouw die je steunt, snap je? Dan, daar moet je ook soms aan denken. Want die vrouwen spelen allemaal spelletjes van, ik kan hem ook krijgen. Zo denken, zo praten ze met elkaar, snap je? Ik weet niet, man, ik heb er nooit eens mee meegemaakt. Dus, Hij blijft op zijn joker. Doe je zo. Blijf gewoon bezwaren roepen. Dat het een open gesprek was dit. Ja. Nee, maar dan weet je van, als je als voetballer bent, weet je dat bepaalde... mensen om de hoek komen kijken om jou te storen, te kraken of wat dan ook. En dan moet je sterk zijn, zoals hij nu en zijn vrouw. Dat is heel belangrijk. Want als je alleen bent, nogmaals, dan gaat het net iets makkelijker zijn om in die val te trappen. Ja. En als je er één keer in trapt, ja, dan weet je nooit. Er zijn veel voorbeelden. Benjamin Mandy, Man City, had ook de grootste carrière. Waar is hij nu? In de gevangenis, waarom? Ja, maar hij heeft wel aangeraakt. Hij heeft wel iets aangeraakt, toch? Ja, maar ik kan maar zeggen van... Ja, hij is erin getrapt. In het speltje. Oké, getrapt, weet ik niet, maar... Hij had ook een grote carrière voor zich. Oud was hij 25. Hij is nu in de gevangenis. Ik moet wel zeggen dat veel voetballers hebben het idee van... Als een vrouw nee zegt, van nee, ze zeggen ja. Nee, dat moet je ook begrijpen. Maar ze voelen zich op een soort positie van... Niemand zegt nee tegen mij, snap je? Nee, vandaag is het nee. Nee, het is ja. Dat snap ik wel, want je ziet in die dat snap ik niet. Maar veel mensen hebben het. Ja. Je lacht ermee, maar... Nee, maar is ook waar. Huh? Merk niet dat als voetballer dat je weinig nee krijgt. Ja, dus als je... Weinig mensen dat is waar ik net wilde stellen. Jullie hebben wel privileges, toch? Dat merk je niet. En niet over vrouwen, gewoon in het algemeen. Nou, vrienden toe, makelaars toe, familie toe. Dat je bijna nooit nee krijgt. Omdat ze willen dat jij slaagt in wat je doet. Mm-hmm. Dus denken ze van, oké, we gaan Pierre vandaag gewoon geven wat hij wil. Ja. Zo, dan is hij chill. En dan nee krijg ik heb bijna in mijn carrière nooit een nee gekregen. Ja. Waarom? Ja, omdat ik was international, ik was Marvin de Gonjimi. Mensen zouden mij op die manier steunen, terwijl het geen steun is. Ja. Want als voetballer heb je een nee nodig om te begrijpen van oké, ik ben fout bezig. Maar jammer genoeg, als je één keer in die cirkel bent, krijg je zoveel ja's op alles. Dat denk je van oké, ik ben goed bezig, terwijl je eigenlijk een nee moet krijgen. Heb je al echt veel nee's gekregen of nog niet echt? Gewoon, nee. Maar je kan eerlijk hij zijn, zegt weer maar. Nee. Ja, weet je wat het ding is? Ik ben nog maar een jaar prof. Ja, het is moeilijk om te zeggen nu al. Want ik ken nog die tijden gewoon van dat ik nee kreeg. Ook gewoon van dames of weet ik veel wat. Maar nu voel ik wel van... mijn leven zit nu eigenlijk een beetje in, in die draai van... Ja. Je komt op plekken, mensen doen dingen voor je zonder dat je het hebt gevraagd en zo. Maar ik ben altijd met mijn entourage gewoon van de hoed. En dan zeggen zij gewoon tegen mij van... Besef gewoon dat dit allemaal gewoon een schijn is. Hè. Maar dat is wat ik bedoel met privilege dat je hebt. Hè. Ja, je kan wel makkelijk binnen in bepaalde plekken. En mensen zijn vriendelijk tegen jullie. Ja. Totdat je het niet meer hebt. Klopt. Afgelopen. Daarom mijn entourage is belangrijk voor me. Zij zeggen me van... Zo ben je eigenlijk 35. Eigenlijk iemand die je het meest kritiek geeft... Altijd het meest van jou. Mijn broer, man. Snap je? Die menen, die mensen die kritiek geven, die menen het met je. Snap je? De rest is allemaal... Snap je? Ik krijg ook veel nee van Niels, man. Nee, maar, dat hoort erbij. Ja, ook al is het soms lastig, maar het moet. Want als je altijd maar ja gaat krijgen, dan gaat later naar jou terugkomen en gaat tegen jou werken. Dus hoe meer nee's je nu krijgt, hoe beter het voor later is voor jouw carrière, maar ook voor naast het voetbal. Klopt. Geloof me, ik ken nu dat ik stop met voetbal. Nu krijg ik heel veel nee's. Oei. Terwijl ik later nooit nee's kreeg.
Eén grote vroeger nooit krijgt. Ja, nu krijg je... Niemand is er meer. Nu kan je al nadenken om iets te vragen. Terwijl je vroeger iets vroeg. Ja, ja. Maar nu vraag ik het, denk van, hey, ga ik het... Wanneer is iemand anders hot? Als je niet meer hot bent, ben je niet meer hot. Ja, het leven is gewoon aan het veranderen. Als voetballer begrijp je van, oké, ik kan doen en krijgen wat ik wil. Maar het is niet altijd voor jouw goede wil. Marvin, die mensen die vroeger altijd ja zeiden, dat zijn de mensen die ook nog contact hebben met jou? Of zijn dat dan uiteindelijk volledig andere mensen? Je gaat ze exposen, die mannen. Nee, maar goed, maar zeg dus misschien... Als je ja zegt, dan weten een paar van. Dat waren net die entertainers. Dat waren net die entertainers ja, die toen alleen ja. maar ja wilden zeggen. En nu heb je misschien de echte mensen leren ontmoeten. Of misschien dat je nu dichter bij je familie bent, toch? Nee, is er nog eentje, zeg je. Het is wel veranderd. Ik denk als voetballers heb je altijd er is nog mensen rond jou die alleen willen entertainen. Vrienden die alleen zijn voor entertainment. Dat is wel een probleem dat je hebt als voetballers. Hoe ouder je wordt, of als het slecht gaat, dan valt die weg. Dus nu ik klaar ben, ja, die mensen zijn er bijna niet meer. Nu heb ik alleen mijn echte cirkel rond mij. En dat helpt mij wel. Maar ik denk als voetballer heb je echt veel van die entertainers rond jou. Die als vakantie aankomt, dan is iedereen rond jou ineens. Of na match, als je 3 keer hebt gescoord, is ineens iedereen daar. Maar als je 5 weken lang niet speelt, op de bank zit, of bij de bekeren speelt, dan zijn ze er niet. Dus er zijn er heel veel mensen. En daarvoor moet je oppassen. Dat die mensen juist, die kunnen jouw carrière snel kraken. En zo zijn er heel veel ballers die snel bergaf gaan, omdat ze met die mensen optrekken, omdat ze vinden het leuk. Oké, het is leuk. Het gaat slecht. Ik speel niet. Laat maar omgaan met de leuke jongens. Maar dat is juist het verkeerde, want dan ga je net bergaf en dan kan je snel, zoals Raja zei, van 1A naar derde amateur gaan. Ja. Dat is heel snel. Hè? In mijn tactiek, ik ga altijd alleen weg, toch? Ik durf dat niet. Nee, ik ga sowieso alleen weg. En ook alleen thuis. Maar ik ontmoet altijd mensen. Die geen echte vrienden, maar... Dus ik ontmoet altijd mensen. Dan chill ik even mee. En dan ga ik naar huis, ga ik lekker alleen naar huis. Snap je? Merk jou rond jou dat je soms mensen naar jou komen om... Dat je speler van Antwerpen bent? Wat bedoel je? Als ik buiten ben of ja. zo? Ja, Antwerpen. Maar vind ik... Ik vind dat aan de ene kant vind ik het soms... ik ga niet zeggen lastig, maar soms vind ik het zo van... Dan schrik ik even als ik misschien oortjes in heb of zo. En iemand tikt me aan langs achter. Dan heb ik zo van, oeh, weet je. Maar aan de ene kant vind ik het echt gewoon leuk, man. Antwerp supporters hebben, hoe noem je dat, scheid. Ze komen gewoon naar je toe van, hey, maak een foto. Hey, Pierre Domo, dit, dat. Vind ik wel leuk. Vind ik wel chill. Maar wil je soms niet gewoon lekker kunnen wandelen door de stad, zonder dat niemand jou herkent, zoals 2 jaar terug of 3 jaar terug, dat je gewoon kan shoppen met je vrouwtje... Want nee, nu... maar hij is er pas in, toch? Ik ben er pas in, maar zijn naam is wel gelinkt aan Juventus. Aan andere topclubs. Ja, het is geen speler van 16, 18 die speelt bij Liersen of bij Willebroek. Of, weet je, dus het is een speler, zijn naam is gelinkt aan Juventus. Dus hij heeft al een bepaald statuut op die leeftijd. Dus dan is het, denk ik, net is het moeilijker. Dat is wel leuk toch in het begin, toch? Ja, is echt leuk, zo van, je komt als iemand voor het eerst een aantekening vraagt, zo, is toch... Ja, in het begin... In het begin was het veel leuker als nu. Ja, dat wordt steeds. Maar het wint, hè? Ja, het wint wel. Weet je wat het meest irritante is? Als iemand naar je kijkt, maar... Ja, dat wil ik net zeggen. Wil je komen of niet? Wil ik komen kom gewoon of kom niet? Ja, weet je. Maar laat me niet in die twijfel van... wat wil je zeggen? Wat denkt hij? Dat heb ik wel. Kom je op na 5 minuten? Hé, je bent toch... Kan je niet allang komen? Dat vind ik een beetje vervelend. In de supermarkt mensen kijken. Ik had dat laatst, man. Ik ging naar nachtwinkel bij mij thuis. Nachtwinkel is later, man. Nachtwinkel, ja. 10 uur Waarom, man? Mijn slaapt en had drank, slaapt hij. Ja, dat is slechts wat ik heb. Ik ging naar nachtwinkel gewoon. En ik zag een jongen. Hij kwam zo en ik liep voorbij hem. En hij keek heel lang, maar ik had door van of hij kent mij of ik weet niet wat er is. Je weet toch misschien wel. Ja, dat hij iets van mij of zo. En we liepen voorbij elkaar. Ik loop nog gewoon verder om naar Oslo te gaan, naar huis. Hij draait om. Hij loopt weer. En hij tikt me op mijn schouder. Zo, man. Toen vroeg ik, heel lief. Mag ik alsjeblieft een foto met jou? Ja. Dacht ik, oké. Heb ik nu gezegd, het is levensgevaarlijk. Nacht. Ik schrok me echt. Die knieën waren aan het bieber, of niet? Ja, man. Ja, maar dat gaat meer en meer gebeuren nu, toch? Hoe meer je gaat spelen, hoe meer van die rare toestanden gaat tegenkomen. Dat is juist het leuke aan voetballer. Van oké, want toen jij klein kindje was, jong was, als je dat ook, als je iemand zag... Ik durfde niet, man. Als ik jou bijvoorbeeld, ik zeg heel eerlijk, als ik jou zou zien in de stad of zo,
Ik zou gewoon even kijken, 1 minuut en dan gewoon doorlopen, man. Ik zou het niet durven, man. Nee, ik ben niet. Alleen niet van durven, maar je weet toch, ik dacht altijd in mijn hoofd van, 1 dag ben ik hem. Zo ja, ga ik foto vragen van. Dat is waar. Dat is goede mentaliteit, dat had ik ook vroeger. Zo ben ik. Man. Ja, nee, ik weet nog dat ik met hem op Instagram sprak 2 jaar terug. Hij zei van, oh, stel je voor, als jij nu zou dan spelen, ik, Kevin de Bruyne, weet je nog? Kevin de Bruyne, Limbombe, dus snap je? Dus dat vind ik mooi, dat zo'n jongere die toen zo sprak over jou, dat zelf nu het zelf meemaken. Hij is waarschijnlijk zijn carrière gaat 10 keer de mijne zijn, maar dat vind ik mooi, van snap je? Van, dat je dat meemaakt en je daar door kan gaan. Maar het is moeilijk, altijd ja zeggen. Heb je geen bang dat je soms wil zeggen van, luister, ik vandaag geen foto? Nee, man. Ik ben echt die leuke boy van, ja, hey, kom. Hij moest me een jaar geleden, moest Niels me forceren, gewoon, we waren in het stadion en we zagen Roberto Carlos, toch? Wie is Niels voor de kijkers? Niels is mijn makelaar. Oké, okay, dan weet hij Niels. Hij is die ene man die alles... Shout-out naar Niels. Shout-out naar Niels. Achternaam? Niels de Jonk. Oh, okay. Niet de Jonk, de Jonk. Voor de duidelijkheid. Nee. Dus we zagen Roberto Carlos toch. En hij zei van, ga een foto vragen. En ik had iets van... Nee, man. Dat is een foto vragen. Maar je moet het wel doen. Je moet het wel doen voor het moment. Later, als je ouder bent, ga je zeggen van, shit. Had ik maar shirtje gehaald. Ik heb bijvoorbeeld geen shirtjes gehaald, want ik dacht van, no man, ik voel me te trots van. Nou, ik heb een shirt. Bro, ik heb er één. Maar achteraf denk je van, ik had shirt van Ronaldo kunnen. Van, ja, achteraf is het echt een mooie herinnering, man. Dus ik zou het echt wel, ik zou die kans wel pakken, man. Foto. Ik zou het wel niet durven, man, Ronaldo t-shirt vragen. Wat als je nee zegt, man? Ik heb Benzema. Benzema. Ja, hij heeft geen nee gezegd, hij heeft gewoon gewisseld. Bro, nee, hij heeft gewoon gewisseld, man. En hij wil jouw shirt niet. Van jou, hoor. Nee. Ik weet niet of hij het nog heeft, maar ik heb zijn nog zeker thuis liggen, man. Dat was mijn eerste wedstrijd tegen Real Madrid. Mourinho als trainer toen. Ja. Pepe, Ramos, Ronaldo. Ik heb 1 keer gevraagd. Benzema. Gelijk Benzema gevraagd bij de rust. Gewoon Mike Trashjes na de match. Na de match gewoon gelijk gewisseld, man. Nu is hij goud waard, hè? Die. Ja, man. Die van mij ook, hoor. Wat zou die van ons? Ja, nu, hij is hot, hè? Benzema is nu. Nee, bro. Hij is kan het verkopen nu? Nee, maar het is, als voetballer vind ik dat je dat wel moet doen. Want ja, later. Moet het wel doen, hoor. Die truitjes, maar natuurlijk, je hebt ook een trots, snap je. Is dat jij al doet of nog niet aan die truitjes? Jawel, man. Ik heb na die laatste wedstrijd. Weet je, ik vind Charles de Ketelaar een hele goede speler. Ja. Los van dat hij bij Brugge speelt. Ja, Brugge Antwerpen, dat is niet. Je weet toch? Ja. Maar man. Ik heb mijn ballen bijeen genomen en ik ben naar hem gegaan. Ik heb gezegd, yo, wil je truitje wisselen met mij? En hij zei, ja, man. Dus, maar eigenlijk is het geen big deal, hè? Dus, nee, maar voor mij... Dat, dus nee, echt, het is even, ik snap wat je bedoelt. Maar eigenlijk zelf moed in. Ja, ga nu. Het is maar een shirt, hè? Maar ik kon ook even goed nee zeggen. En dan, ja, waar was ik dan? Ik zou net denken, Pierre gaat naar... Dat zou ook aangezegd worden. Bezwaar. Ik zou net denken, naar Noah Lang gaan. Ik zou naar hem gaan. Gewoon, ik ben zeker van, hij is een beetje bad boy. Ik zou met hem wisselen. Shout out, Kidder is een beetje brave jongen. Ik hou van bad boys. Andere stijl, hè? Andere stijl. Ja, echt waar. Ik vind hem... Maar Noah Lang, zo iemand als Noah Lang, zo is iedereen in Amsterdam. Bij Ajax, zo lopen de 10. Maar hij is toch van Rotterdam, toch? Of van Rotterdam, of van Feyenoord, Ajax. Zijn allemaal van dat soort mannetjes, vanaf de jeugd. Grote mond, arrogant. Ja. Speciaal lifestyle. Ja, in België is het zo van, ze vinden die mannen heel wild. Maar Nederland is gewoon normaal, man. En hoe komt het dat je bent van België, van Mechelen. Hoe kom je aan je Hollandse accent? Nee, man. Wow. Oh. Ik krijg die vraag steeds vaker, man. Ja, en nu is het moment om te zeggen, want soms, ik luister naar jou en ik hoor je. Oh, ik zeg van, maar hij is toch van Mechelen, van waar ik ben. En bij mij hoor ik geen Hollandse accent. Nee, kijk. Weet je wat die hele ding is? Ja, ik luister nu. Emmanuel is van... Maar hij is pas van vorig jaar in Antwerpen gekomen. Nee, maar kijk, hij is van die buurt toch. Maar als ik met hem praat, zegt hij gewoon, je hebt gewoon algemeen Nederlands. Je hebt geen Hollandse accent en je hebt geen Vlaams accent. Ik vind dat ik ook geen Hollands accent heb. Nee, je hebt wel die... Ja, sommige woordjes ja, wel. Osso. Ja, Osso is maar dat is hoe wij praten. Als ik jou zou horen praten, ik zou denken dat je... Als ik je niet zou zien, ik zou denken, ik ben Surinamer. Ja. Zou je wat ik bedoel? Als ik gewoon je stemmen zou horen. Oh man, nee man. Kijk, nu zeg je zo man, dat is Nederlands. hoe kom je eraan? Surinaamse straattaal toch in Nederland? Ik weet niet, gewoon met die boys van daar chillen en zo. Je houdt van die vibe daar. Goeie vibe. Nederland is leuk.
Dus ben je vaak in Nederland dan? Of? Ik was wel vaak in Nederland toen mijn brada Waggie had. Auto had. Oh. Ja, brada Waggie. Hey. Ja, we zien. We gaan deze aflevering brada Waggie, dat zijn woorden dat wij niet kennen. Osso, ik weet hem niet. Dat is huis. Waggie, brada, dat weten we. Maar lekker, hè? Lekker, Mara? Lekker, hè? Is niet van Mechelen. Is het Nederlands. Ik doe het ook. Ik heb er ook gespeeld, dus ik weet wat het is. Maar ik denk, als je aan iedereen vraagt van wat is jouw accent, ik zeg Hollands. Niet zoals hem. Maar je hebt wel die straat, die straat. Dat kan wel. Ik luister veel naar muziek, man. Nee. Ja, kun je niet. Maar dat heb je al lang, hè? Ja, heel lang. Je weet niet van waar dat komt? Nee, man. Gewoon zomaar. Pierre, ik wil nog één dingetje vragen. Ja. Yes. Ja, je bent een opkomend talent. Voel je zelf ook druk of leg je zelf druk op? Of is dat iets waar je helemaal niet mee zit? Nee, man. Opkomend talent of ja, wat ze deze tijden zeggen. Nee, man. Ik ben gewoon nog steeds die jongen die voetbal, man. Die bal is nog steeds daar. Dus als je het veld opkomt, gewoon... Nee, man, dat heb ik niet. Je denkt niet na, je bent gewoon rustig. Ik denk vorig jaar in de kampioenenwedstrijd Antwerpen-Brugge, word ik erin gegooid. Ja. Ik weet dat ik... Ja, een normale, ik ga nu niet mezelf daar zetten, maar een normale 17-jarige zou zeggen van, oh nee, dat. Een uur voor de wedstrijd, volgens mij, bel ik Niels. Ik zeg, hey, er zijn veel supporters, hè? Ja. Ik. Snap je? Ik ben gewoon, het is voetbal. Als ik het niet goed doe en ik moet op de bank gaan zitten, dan komt het mij, ja, dan is het zo. Snap je? Ja. En als ik gewoon op die veld kom en ik doe het goed, dan krijg ik gewoon love. En dat is gewoon love. Oké, nice. Nee, want ik denk dat veel jonge spelers uiteindelijk wel... Stress hebben. Ja, sowieso. Ja. Ja. Het is wel nice dat je dat kan... Ben je iemand dat kijkt naar wat ze over jou schrijven? Of laat je dat gewoon los? En eerlijk, niet zeggen van... Nee, want veel voetballers zeggen van... Nee, ik lees het niet, dan raak ik me niet. Maar dat is bullshit. Kijk, weet je wat het is? Je hebt zoveel slecht geschreven over mij dat ik nu gewoon denk... Gewend. Nu gewoon denk van... Doe maar. Maar gebruik je dat als motivatie of niet? Ja, zeker toen ik geen club had. Ik weet nog, toen ik ging bij Bert trainen. Ik denk, elke voetballer haat bij Bert trainen. Oh, los van Bert. Is een lieve Maaschak. Ja, hij is een hele lieve man. Ja. Ik denk dat elke voetballer gewoon depressief wordt daar. Topper, hij is wel een topper. Maar ik ging daar trainen en toen las ik alles. En ik ging nog harder trainen. Van, ik kom back en je weet toch, ik kom back. Ja, maar dat kan je gebruiken als motivatie. Als je nu kijkt, ook je NBA, Steph Curry... Heel het jaar iedereen over hem aan het zeggen van dat is slecht, slecht, slecht. En nu heeft hij eindelijk gewonnen. En hij zei van, hetgeen wat ze over mij hebben geschreven, heb ik gebruikt als motivatie. En nu moet iedereen gewoon zijn mond houden. Maar dus volgend jaar begint ook... het weer. Hè? Dit is iets dat nooit stopt. Dat stopt nooit uiteindelijk. Je moet gewoon voor jezelf ook gewoon die motivatie opleggen. Ja, maar raakt dat jou of helemaal niet? Bij mij vroeger, dat raakte mij. Eerlijk, bij mij als ik slecht las, bij mijn familie, dat raakte mij. Het is niet raken van ik ga niet slapen. Het is gewoon je eerste dat je zegt, shit man. En dan ga je gewoon door. Ik stuur al die artikelen, de meeste artikelen die ik lees, stuur ik door naar Niels. En dan zeg ik tegen Niels van, hey, wie heeft deze geschreven? Uh-huh. Snap je? Ik ben niet die guy die, ik weet niet, twee weken in dezelfde slechte... Je weet toch, sommige spelers als ze iets lezen, die komen in een slechte vibe. Uh-huh. Ik ben nog net in de game, dus ik weet niet hoe dat gaat zijn als ik... Als ik een tip mag geven, zou ik helemaal niks lezen. Ik zou gewoon focussen op die voetbal, toch? Het ding is, het is niet echt lezen dat je het zelf opzoekt. Weet je bent op je telefoon, toch, je bent op WhatsApp. Het blijft toch wel hier hangen. Het blijft wel hangen. Ja. Ook al lees je het half, het blijft toch onbewust. Ook al voel je op dat moment van, het raakt me niet. Toch stiekem blijft het een beetje hangen. En als het dat wat minder gaat in je spel, dan begin je ook van, hey, misschien hebben de mensen gelijk. Misschien, snap ik bedoel? Dus mijn truc was gewoon niks lezen. Gewoon elke dag trainen, geen kranten, niks. Maar uiteindelijk, mensen komen het zeggen zoals... Ze durven het niet in je gezicht zo. Nee, maar mensen komen... Nee, maar... Hij heeft een broer, ja, familie. Oké, okay, dat is de omgeving. Mijn vader houdt van mijn naam intikken op Google. Dat hoort erbij, snap je? En dat komt ook druk op jou, omdat je zegt van oké, ik moet mijn familie trots maken. Dus jullie zo goed mogelijk... Ik zie het helemaal anders. Als ik jou nu moet zeggen hoe ik het zie. Als ze iets over jou schrijven, wat betekent dat? Dat betekent dat je interessant bent. Dat betekent dat je gewoon goed, niet goed bezig bent, maar dat je goed bent. Als ze niks over jou schrijven, ja. Ik ben iemand, ik zeg je eerlijk, als ik ga niet zeggen dat ik opgewonden geraak als ik iets slecht van mij zie, maar ik heb wel zoiets van, oké, let's go. Ja, ik ben niet die guy die dat leest en je weet, ik ga bellen en zeggen van, wat is dit en wat is dat? Ik vind het gewoon top. Ik vind het gewoon prima. Ja, ben je iemand die reageert op social media? Als iemand iets schrijft over jou, dat je iets slecht, dat ga je reageren of denk je van, oké, laat staan? Ik heb soms wel de neiging om
En dan denken van, nee. Dat brandt van binnen zo. Dat brandt brand van binnen zo. Van, dat heb ik wel. Op mijn Blok. Foto's, stel je voor iemand reageert iets slecht, dan heb ik wel zo 1 minuutje van, kon ik maar reageren. En dan, Het beste is gewoon blokkeren, klaar. Nooit meer wegwezen. Ja. Heel simpel. Iedereen blokkeren. Wie raar praat. Dus, ja, maar we ook een trots. Maar diezelfde mensen die haatreactie, die volgen je, man. Dus ze volgen erbij. Je doet de volger die volg je niks meer. Dan ben je klaar. Ja, daar zijn ze mee bezig. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om zeg maar, te blokkeren. Want het zijn mensen die komen en gaan. Heel je carrière zo, gaat het zo blijven duren. Denk je dat Pierre heel positief is in heel dit gegeven? Op deze noot zou ik eigenlijk ook de laatste aflevering... En zijn vrouwtje ook. Ik wil nog één ding zeggen. Ik vind wel, ondanks veel mensen zeggen moeilijk, joh, ik vind, na dit interview vind ik wel van... goed beeld, weet je? Maar, goed gevoel. Hij is geen moeilijke jongen, maar de perceptie is zo gecreëerd door de buitenwereld dat hij wordt afgeschreven als een moeilijke jongen, terwijl hij geen moeilijke jongen is. En daar is het probleem. In België word je, ook al ben je een normale jongen, en doe je iets soms misschien... andere dingen als een Olivier de Schacht of een Bart Goor. Oké, dan is het maar zo. Maar zo jongens hebben we nodig. En zo jongens maken onze competitie beter. Daarom is het ook fijn om hem te hebben gesproken. En nu voel je van, hé. Daarom, ik denk, laten we zeggen, we hebben Pierre Dobo nu pas leren kennen. Weet juist, je, dus, juist. Leuke, gezellige jongen. Aangenaam. Dus bij deze, heren, dank jullie voor alle afleveringen. Pierre, dank je wel om vandaag langs te komen. En aan de luisteraars, kijkers, dank jullie. We hebben alleszins van genoten. En tot een volgend seizoen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.